Johan, even naar gisteravond. Haller, we hadden onze collega Valentijn Dries horen zeggen... geen Champions League niveau, kan er niet zoveel van, past niet erbij. Nee, kijk, als je je nek uitsteekt en flinke uitspraken doet... dan moet je wel eens op de blaren zitten. Hè? Ja. En dat heeft hij nou een week of zeven, hè, dat hij even zijn mond moet houden. Maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. Kijk, voetballend... is Haller geen grote jongen voor Champions League niveau. Maar hij heeft natuurlijk wel dat neusje in de 16... dat hij op het juiste moment ergens is. Ja. En als hij goed aangespeeld wordt, dan maakt hij het wel af. Ja. Dus hij heeft zijn sterke punten optimaal benut... met dank aan zijn aangevers. Ja. Anthony was hartstikke goed. Ja, wel, die was goed. Berghuis ook, dat doelpunt, is ook een goed doelpunt. Ja, maar kijk, Haller moet het enige wat hij moet doen is dit... Weet je, hij zal niet elke keer vier maken, maar... Als je bij Ajax speelt, en met name... Het was een grotere wedstrijd, maar met name in de Nederlandse competitie... word je gewoon een spits zijnde, vier, vijf keer per wedstrijd. Hij loopt één op één in de competitie. Maar je wordt vier, vijf keer per wedstrijd. Als jij zorgt dat je in de buurt tussen de 11 meter en de 5 meter gebied bent... Mm-hmm. En je zorgt dat je daar aanwezig bent, nou, dan komen die ballen komen er wel. Nou, kijk, weet je uit eigen ervaring. Hoeveel doelpunten maakte jij dat seizoen dat je de Gouden Schoen won? Nou, ik heb er ook heel veel gemaakt. Nee, maar hoeveel was dat? 31? Ja, 32. Maar weet je, ik vind dat ook altijd een beetje zo pijnlijk te worden... als het dan de vergelijking met mij wordt gemaakt. En ik... nou, maar je legt het spel uit van Ajax. Ja, ik ben al 30 jaar gestopt, weet je. Dan vind ik het zo een beetje... Maar je wil dat we niet meer over praten? Nou, nee, maar je hoort vaak spelers die hebben... We hebben het vaak ook over Johan en zijn Veendam. Ja, die spelers die... Weet je, maar als je dus zo'n spits bent... Als je zo spits bent zoals ik ook was... Ja. En met name in mijn beginperiode... dan moet je altijd in de 16 meter... dan hoef je niet mee te voetballen. Ja. Je moet, kijk, als je met Klaassen speelt achter je... dan moet je zorgen als de bal op rechts is... dat jij naar de eerste paal gaat, zodat Klaassen erin kan komen. En als Berghuis speelt, nou, dan hoef je dat wat minder te doen. Want Berghuis die komt er bijna niet. Die kwam er één keer en die maakt een goal. Ja. Ik heb trouwens nog nooit zo'n spits gezien als Wim. Want ik heb Wim natuurlijk als jonge jongen zien komen... Een meester bij de eerste paal. Ja. Dat was helemaal nieuw in Nederland. Dat beheerste niemand. Hij kreeg een voorzet en hij was altijd bij de eerste paal voor de verdediger. Is ook heel moeilijk te verdedigen trouwens. Ja, vindt hij leuk dit ook, dat je het even vertelt. Dat voelt hij altijd als een soort compliment. Toch? Nee, maar zo en dat zo'n jongen zo af kan zakken dat hij aan zo'n tafel hier dan belandt uiteindelijk. Ja. Dan is het wel heel diep. Maar die Haller doet goed. En het is ook natuurlijk flauwekul om elke keer maar te roepen, en dat is ook een beetje alles wat Ajax aanhangt... is dat ze allemaal van het niveau van Van Basten en Zlatan Ibrahimovic moeten zijn. Ja, gelijk. Weet je kan ook gewoon een heel hoog rendement hebben. En gisteren was hij echt geweldig scherp in de 16 meter. Zo is het. Tot zover Champions League. Dan laten we achter ons 2 dagen.